Nu moet ik erbij zeggen dat in het algemeen in meditatie is de regel, vooral in Dhammakaya-meditatie, maar ook wel in andere vormen van meditatie, is de regel dat je eigenlijk normaal gesproken niet heel veel hoeft te doen met hindernissen. Ze komen, je wordt er bewust van, maar je hoeft ze niet specifiek te gaan aan te pakken. Je blijft gewoon bij je midden of bij de rust en kalmte in jezelf, in je buik. En dat is voldoende. Maar het komt wel eens een keertje voor, met sommige mensen vaker dan anderen, dat je echt vastzit. Omdat die vijf hindernissen je helemaal zodanig in de war brengen of uit je meditatie brengen. Dat je eigenlijk helemaal de meditatie kwijt bent. En misschien ook de neiging hebt om er gewoon mee te stoppen. Dat zijn hele waardevolle momenten in die zin. Dat je dan dus aan de slag kunt gaan op een wat grover niveau van meditatie. En kunt nagaan voor jezelf welke hindernissen er zijn. Waardoor je dus op dit moment je niet kunt toeleggen op meditatie. En hoe je die zou kunnen aanpakken. Daar wilde ik het even kort over hebben. Nu weet je misschien nog van een vorige keer, ik geloof dat het alweer 2 weken geleden is, dat ik vertelde over dat er drie belangrijke vergiften zijn, of drie belangrijke negatieve emoties, dan wel onrealistische percepties in onszelf. Misschien kun je dat nog herinneren. Weten jullie nog welke ik bedoel? Verwarring. Ja, dat klopt. Dan was lijden en onwetendheid. Nou, dat is ook verwarring. Ja, onwetendheid ligt achter deze drie. Nog. De onwetendheid is eigenlijk de oorzaak van alle problemen. Maar de drie negatieve emoties en onrealistische percepties, dat is eigenlijk hebzucht. De dingen willen hebben die je niet nodig hebt en die je niet vooruit helpen. In het kort gezegd, zo zit dat. Boosheid Oh ja, boos. en verwarring, inderdaad. En verwarring valt dus ook subtiele dingen onder, en daar gaan we het nu ook over hebben. Kunnen jullie dit zien? Dus dit is de, hoeveel zitten we al? De vijfde avond van deze serie. Nou ja, dit weten jullie inmiddels al. We hebben het gehad al in de vorige 2 weken geleden hebben we het gehad over dat er verschillende eigenschappen zijn van onze geest. Van ons bewustzijn. En dat we de neiging hebben om snel afgeleid te zijn, maar dat er een manier is om daarmee om te gaan. Nou, toen hebben we het gehad over het principe van meditatie, namelijk juiste concentratie. Waarbij je dus je aandacht leert in één plaats te zijn, maar dus ook daardoor dus de negatieve emoties en onrealistische percepties een stukje leert los te laten. Toen hebben we het gehad over hoe je dit soort dingen kunt toepassen in je dagelijks leven, waarmee je eigenlijk meditatie integreert. Nou, dat zijn een heleboel aandachtspunten. En als je daar nog een keertje naar wil kijken, dan raad ik je aan om even in de WhatsApp-groep te komen. Dan kun je die PDF's nog een keertje lezen. Ik weet niet of ik deze al had gedeeld, maar. Nee, Oh. die heb je Mijn fout. Dan zal ik die nog sturen. Ja. Dus vandaag gaan we het hebben over de hindernissen. Dus wat doe je nou als je helemaal vastzit in meditatie? Wat als meditatie helemaal niet gaat? Voor diegenen die wel eens die ervan houden om B-films te kijken, het schijnt dat deze man die heeft in een of andere B-film gespeeld en die mediteert ook. Nou ja. Ik weet niet waar die foto precies vandaan komt. Maar. Deze presentatie is niet door mij gemaakt, dus hij is wat komischer dan mijn eigen presentaties, die meestal vrij saai zijn.
Maar het is een hele goede presentatie. Daar niet van. Dus dit zijn ze, de 5 boosdoeners. Eerste is zintuiglijke verlangens. En dat is eigenlijk dus een soort, de soort van subtiele vorm van wat we eerder hebzucht noemden. Of begeerte was het woord dat ik gebruikte. Hè? Nou ja, dat is een hele... Zintuiglijke verlangens is dus een subtiele vorm. Boosheid, dat is hetzelfde woord dat ik eerder gebruikte. Sloomheid en traagheid kan een probleem zijn in meditatie als je eigenlijk geen zin hebt om je in te spannen. En dat doet zich voor als dat je dus indut of heel slaperig wordt. Opwinding en piekeren ontstaat, merk je dus dat in feite dat je helemaal niet aan het mediteren bent. Dat je allerlei dingen aan het bedenken bent en dat je met je gedachten heel ergens anders zit. Twijfelzucht is een woord dat we niet zoveel gebruiken in het Nederlands, maar ik heb dat zo geformuleerd om aan te geven dat twijfel op zich niet verkeerd is, maar als twijfel een soort van weifeling wordt, dat je nergens aan kan binden, dat je nergens aan kan committeren, dan krijg je dus dat je een soort twijfelzucht krijgt, een soort weifeling waarvan je niet van houdt om je ergens op toe te leggen. Nou, ik ga er hier even langs, want dit hebben we al behandeld. Nou, de eerste is zintuiglijke verlangens. Nou, toen ik begon met over dit onderwerp les te geven, ging ik een heel verhaal houden over hoe we zintuiglijke verlangens kunnen overwinnen. Maar ik merk dat in de praktijk mensen vaak niet echt goed bewust zijn dat ze zintuiglijke verlangens in meditatie hun in de weg zitten. En soms geldt dat ook voor boosheid. Dat is wel wat duidelijker. Mensen merken vaak dat het duidelijker is dat boosheid hen in de weg zit. Maar ook daarbij kan boosheid een wat subtielere vorm innemen, waarbij het moeilijker is om dit te ontdekken. Maar mocht je nu heel voor jezelf duidelijk kunnen vaststellen dat verlangens jouw probleem zijn, dat kan zich op twee manieren uiten, minstens twee manieren. Eerste plaats dat je heel erg sterk naar iets hunkert, een persoon of een ding. Dat kan ook zijn dat je dat mist. Bijvoorbeeld, je bent op vakantie alleen en je mist je partner. Dan kan dat in meditatie een probleem zijn. Of je mist je kinderen, dat kan ook. Nou ja, dat is dus de soort van verlangens waar we het hier over hebben. Het gaat niet om een doodzonde of zo. Het gaat er meer om dat die gevoelens je in de weg je parten spelen. En dat het soms heel vervelend kan zijn in meditatie. Nou, dit wat komische plaatje hier, daarmee wil zeggen dat je er even over nadenkt dat we iedereen op een dag moeten loslaten. Op een dag zou iedereen op een dag doodgaan. De Haagse popgroep Klein Orkest, die zong al heel veel jaren terug: over 100 jaar zijn we allemaal dood. En daarmee leerde je eigenlijk als kind, want die muziek was voor kinderen vaak bedoeld, leerde je een beetje relativeren. En dat is natuurlijk als volwassenen net zo goed heel erg nodig. Dus soms is het goed om even bij stil te staan dat alle dingen voorbij gaan. En dat we niet kunnen verwachten dat de mensen om ons heen ons volledig altijd er voor ons kunnen zijn. Natuurlijk klinkt dat niet zo romantisch, maar het is wel goed om soms bij stil te staan dat we vaak de meest stabiele relaties met mensen kunnen aangaan als we ze ook kunnen loslaten. Niet dat je ze helemaal niet meer wil zien, maar dat je ze ook af en toe kunt loslaten. Dus het is niet zo dat het niet romantisch is. Het is meer dat het realistischer is. En in meditatie is het soms goed om even daarbij stil te staan. Zeker als je vastzit in meditatie. Maar wat ik al zei, heel veel mensen hebben niet eens door dat dit een hindernis is die hun partner speelt. Ze merken alleen dat ze gewoon heel erg afgeleid zijn. Hetzelfde geldt een beetje voor boosheid. Soms merken we dat het heel duidelijk is dat we heel boos zijn, heel gefrustreerd.
En dan zitten we vast in de meditatie, want we onszelf zitten te ergeren aan iemand. En nu is het niet zo dat als je nou heel veel jaren mediteert, dat je dat nooit meer hebt. Het is alleen wel zo dat het vaker, of dat het minder vaak je echt uit de meditatie brengt. Maar het is nog altijd zo dat mensen, bijvoorbeeld ikzelf, ik mediteer nu al heel lang. Dat kan het nog steeds wel zijn dat je nu en dan gefrustreerd bent. Dat kan best. Alleen, je leert wel geleidelijk aan er beter mee om te gaan. De tools raak je meer bekend mee. Nou, wat voor tools heb ik er dan bijvoorbeeld over? Nou, in meditatie kun je natuurlijk vaak die boosheid niet oplossen. Want het gaat vaak om externe omstandigheden of personen die je heel vaak ook niet kunt veranderen. Dus zelfs als je ze zou kunnen veranderen, dan heeft het gewoon op dat moment is het niet mogelijk. Dus je kan dus, wat je kunt doen, is liefdevolle, zachte gedachten cultiveren. Of je aan je liefdevolle kant, je zachte kant, herinneren. Dat klinkt een beetje moeilijk, maar dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Het is vaak wel zo, bijvoorbeeld, dat als we aan iemand... Het is vaak zo dat als we ons aan iemand ergeren, dat we nog steeds wel ook positieve gevoelens hebben voor andere mensen. Bijvoorbeeld, je ergert je aan de buurman die heel veel lawaai maakt tijdens de meditatie. Niet dat hij aan het mediteren is met jou, maar dat hij bijvoorbeeld een enorme grasmaaier heeft. Ik noem maar wat. En daar erger je aan. Nou, dan kun je bijvoorbeeld positieve gedachten ontwikkelen voor de mensen om je heen. Je hoeft niet meteen aan je buurman te denken. Of je ergert je aan de baas, aan je baas die iedereen een promotie lijkt te geven behalve jou. Nou, dan kun je bijvoorbeeld positieve gedachten ontwikkelen voor alle mensen om je heen, zonder dat je specifiek aan je baas hoeft te denken. Zo klinkt het wat makkelijker. En je moet jezelf dus ook niet meteen het heel moeilijk maken. Is het dan niet mogelijk mensen te vergeven waar we boos op zijn? Ja. Maar dat is niet iets wat we moeten doen of wat we ons kunnen forceren te doen. We leren dat geleidelijk wanneer we vaker die liefdevolle gedachten een kans geven zich te ontwikkelen in onszelf. Soms is het ook wel goed gewoon om je aandacht wat ruimer te maken. Doe een beetje je ogen open, kijk een beetje om je heen. Soms is dat ook voldoende. Nou, hier zie je dat hij kan oplossen. Nou, wat ik al zei, deze twee eerste hindernissen, die zijn soms niet zo merkbaar. Dus wat we gewoon merken is dat we gewoon heel veel zijn afgeleid. We weten niet precies waarom. We voelen ons niet zozeer gestrest, dat is het niet. Maar een beetje, we voelen ons een beetje ADHD. Er zijn heel veel afgeleide, heel veel gedachten in ons. Als je daarvan last hebt, wat ik al zei, doe dan je ogen open en focus je op iets. Kijk even naar iets. Bijvoorbeeld iets wat je tot rust brengt. Bijvoorbeeld een plaatje van een lotus. Of een Boeddha-beeld zoals deze hier. Of je kunt bijvoorbeeld kijken naar buiten en dan even naar een boom kijken. Eén specifieke boom. En dan na een tijdje, nadat je dus telkens als je afgeleid bent, ga je weer terug naar diezelfde boom. En zo na een tijdje merk je dat je weer tot rust komt. In Thailand hebben veel mensen een amulet, een boeddhaatje of een amulet van een leraar die ze respecteren. En dan kun je dus ook daarnaar kijken als een soort van concentratieonderwerp. Zelf maak ik wel eens gebruik van deze amulet. Dit is een amulet van onze leraar. Een eenvoudig amulet. Maar niet zo vaak hoor. Maar soms gebruik ik dat wel eens om als het ware wat sfeer te brengen in mijn meditatie. En na een tijdje dan kom je weer tot rust en dan kun je je ogen sluiten. En dan kan het zijn dat je dat onderwerp waar je eerder naar keek, dat je dat in jezelf ook kunt voorstellen. Maar dat is dan een tweede stap. Dit is wat duidelijker voor veel mensen. Soms dan hebben we heel veel comfort, heel veel welzijn in ons meditatie, maar weinig aandacht.
Sommige mensen zeggen, ik was helemaal weg in mijn meditatie. Dat is niet altijd echt dat je het helemaal begrepen hebt. Het is niet de bedoeling dat je in meditatie weg bent. Hoewel, ik kan me voorstellen dat sommige mensen daarmee bedoelen dat ze juist in het hier en nu zijn. Maar dat ze dat misschien niet zo fantastisch formuleren. Maar als je weg bent, dan ben je niet hier. Dus sloomheid en traagheid kan dus daar een reden voor zijn. Dat je dus in feite moe bent van je werk. Of dat je misschien te weinig geslapen hebt. Of dat je te weinig aan lichaamsbeweging doet. Dat komt tegenwoordig wat minder voor dan vroeger. Maar er zijn mensen die daar niet veel aandacht voor aan besteden. Het kan zijn ook dat je iemand bent die heel veel eet. Of te weinig eet. Dat komt wat meer voor onder vrouwen. Als je te weinig eet, dan kan je ook snel moe worden. Of sloom worden. En tenslotte kan het wel eens gebeuren dat sommige mensen gewoon heel veel praten. Als je heel veel praat, graag klets met mensen. Dan kun je dus ook snel van deze hindernis last hebben. Slaperigheid valt er ook onder. Hè? Maar dat wil niet zeggen dat je bepaalde beroepen, bijvoorbeeld een therapeut of zo, dat dat een probleem is. Want het gaat meer om dat je gewoon maar blijft kletsen zonder dat er een focus is. En in de meeste beroepen hebben conversaties wel een bepaald doel. Dus het is meestal meer een soort van sociale kletsen waardoor we soms dus snel deze hindernis ervaren. Dan hebben we nog opwinding en piekeren. Dat is de meest herkenbare, denk ik. Opwinding, piekeren is eigenlijk gewoon stress. Ja. Kan fysiek zijn. Kan zijn dat we fysiek last hebben ergens van. Fysieke ongemak. Kan ook zijn dat het meer mentaal is. Piekeren is dan meer het mentale onderdeel. En opwinding is meer het fysieke onderdeel. Je kunt altijd van houding veranderen. Wees niet te streng voor jezelf. We zijn nu niet op een soort van zen-retraite of een hele strenge retraite. Het is meer dat we zoeken naar ontspanning en een balans in ons leven. Dus verander van houding. Als je liever op een stoel zit, ga op een stoel zitten. Als je liever op de grond zit, ga op de grond zitten. Piekeren, dat is eigenlijk een probleem voor veel mensen. Als je echt vast zit in meditatie en je piekert, dan is er altijd een goede regel. En dit is een meme die van het internet komt, maar die komt uit het boeddhisme. Heb je een probleem in je leven? Nee? Oké, dan maak je je geen zorgen. Hoef je geen zorgen te maken. Heb je wel een probleem in je leven? Ja. Kun je er iets aan doen? Ja? Oké, dan hoef je je geen zorgen te maken. Kun je er niets aan doen? Nee, nou dan hoef je ook geen zorgen te maken. In feite kom je altijd op hetzelfde uit. Ja. Don't worry, be happy. En ik heb zelfs gehoord dat het liedje Don't Worry, Be Happy, dat het uit boeddhistische oorsprong komt, maar ik weet niet of dat klopt. Oh ja. Maar hoe het ook zij, het is soms belangrijk dat we dus even gaan engageren met onze zorgen als we echt vastzitten. Maar heb je nou in meditatie zorgen aan je hoofd die je niet echt uit de meditatie brengen, maar die er wel zijn? Laat ze dan gewoon zijn. Het is een onderdeel van de meditatie. Het is gewoon onderdeel van het, zeg maar, het kanonnenvlees wat in meditatie langskomt. En daar hoef je niet te veel aandacht aan te besteden. Je hoeft het niet eens te categoriseren. In ieder geval niet in deze traditie van meditatie. Dan categoriseren we niet. Maar wat je wel kunt doen, is dus als het je echt uit de meditatie brengt, dat je echt het gevoel hebt, nou, ik ben misschien maar een paar seconden in het hier en nu, en dan ben ik echt een uur lang weg. Nou ja, dat is wel een beetje uit balans. Dan kun je zeggen van, nou, ik ga eventjes hier iets aan doen. Ik ga even engageren. Ik ga even kijken van, waar ben ik me eigenlijk zorgen over aan het maken? En neem ik het niet te serieus? Hè? Sommige therapeuten die dus mensen met fobieën proberen om te gaan met hun fobie,
zeggen ze bijvoorbeeld tegen hen van, nou, als je straks weer weg bent van die stressvolle situatie, dan kom je, wat doe je dan verder? Hè? Probeer eens te denken aan de dingen die je doet nadat je die fobie, dat je daar voorbij aan bent. Nou, dat is een extreem voorbeeld, maar wat ik maar wil zeggen is dat alle dingen tijdelijk zijn. En als je dus leert in meditatie om een beetje te kijken naar die zorgen soms, dan kan het zijn dat je dus op die manier opnieuw je meditatie een tweede kans geeft, in plaats van dat je opstaat en iets anders gaat doen. Wat ook wel eens wordt gezegd is van, denk aan hoe de dingen vergankelijk zijn. En dat is ook wel een goeie, want soms dan, soms dan denken we wel eens, als we dus even denken van, nou, alle dingen zijn vergankelijk, over 100 jaar zijn we allemaal dood. Maar dan is het eigenlijk alsof het iets minder een rol speelt. Er zijn natuurlijk wel belangrijke dingen in het leven, daar niet van, maar heel vaak kunnen we daar tijdens de meditatie natuurlijk niks aan doen. Dan hebben we tenslotte de laatste hindernis, twijfelzucht. Is het twee soorten twijfel in feite. De eerste is dat je twijfel hebt over de methode. Er zit een redelijke basis onder. Namelijk dat je gewoon twijfels hebt of meditatie wel echt helpt. Nou, je hoort misschien van mensen die daar hun twijfels over uiten. Dat het een beetje zweverig vinden of zo. En die twijfels die internaliseer je. Je gaat die vervolgens verinnerlijken. En je gaat jezelf afvragen, ben ik niet iets stoms aan het doen? Nou, dat is een soort van beginnerstwijfel. Ik veronderstel dat de meesten van jullie daar geen last van hebben, want anders zou je hier niet zitten. Maar het kan wel zijn dat die twijfel weer opnieuw de kop opsteekt. Tijdens de meditatie bijvoorbeeld, je ondervindt meer diepgang in de meditatie. En dan zit je je af te vragen, is dit echt? Het kan bijvoorbeeld zijn dat beelden verschijnen in de meditatie die heel diep komen. En die een beetje uit je propos brengen, die een beetje uit je balans brengen. Nou, en als je daar last van hebt, dan is het soms dus goed om eerst te plaats, vraag je af waarom je bent gaan mediteren. En dan ga je als het ware weer terug naar je motivatie. Ik ben gaan mediteren omdat ik er rustiger van word. Dat ik merk dat ik er een beter mens van word. Nou ja, ga je even weer terug naar je motivatie. En soms als twijfel je niet echt helemaal afleidt, maar gewoon een beetje onrust veroorzaakt, nou, dan hoef je daar niet per se iets mee te doen. Je kunt het gewoon laten gebeuren. Blijf onverstoorbaar. En ga verder met de meditatie. Sommige mensen hebben wel eens een ervaring dat ze bijvoorbeeld naar beneden vallen. En daar schrikken ze heel erg van. Dat kan ook wel onder twijfel worden gerekend, maar dat is vaak niet iets wat we kunnen vermijden. Het is gewoon onderdeel van het proces dat we dan even schrikken. En uiteindelijk leer je dus om daar niet van te schrikken, maar dat het gewoon onderdeel is van die ervaringen die zich soms voordoen. Maar als je daar geen last van hebt, dan is het dus ook geen probleem, want niet iedereen ervaart zoiets. Dus dit soort dingen is eigenlijk de twijfel die kan soms achter andere hindernissen zitten. Je hebt bijvoorbeeld de neiging om je wil je niet aan iets binden. En dus krijg je dus dat je geest allerlei andere verhalen gaat verzinnen, waardoor je bent afgeleid, nou, enzovoort, enzovoort. Maar om een lang verhaal kort te maken, deze hindernissen die zijn er dus. Er zijn er in totaal 5. En die hindernissen die kun je dus mee leren omgaan. Normaal gesproken is het niet een groot probleem. Ze komen en je laat ze na een tijdje, dan gaan ze vanzelf weer weg. Maar het kan dus wel een probleem zijn als je echt vastzit. Als je merkt dat je maar een heel korte periode of absoluut geen concentratie hebt of helderheid. Nou ja, dan ga je eens even kijken naar die 5 hindernissen. En dat is eigenlijk het hele verhaal. En als je dus vaak ermee leert omgaan, dan wordt het eigenlijk een nieuwe natuur. En dan merk je dus geleidelijk aan dat het steeds makkelijker wordt om je te concentreren in de meditatie. Nou, dan wil ik afsluiten met een mooi citaat. De heerlijkheid van de Dhamma, of van meditatie, gaat alle vreugden te boven. En dit is van de Boeddha zelf.
Daar wilde ik mee afsluiten. En ik vroeg me af tenslotte of iemand hier nog vragen over heeft.